Het is zondag 15 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. AZ-supporters klagen de Rotterdamse politie aan. Lange rijen voor de botten van het Natuurmuseum. En te weinig mensen hebben een EHBO-diploma. Alvast kort het weer van morgen. Dan is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. Bij een matige tot krachtige wind uit het westen tot zuidwesten wordt het 14 graden. Een groep AZ-supporters heeft aangifte gedaan tegen de Rotterdamse politie. Tijdens de bekerfinale in mei van dit jaar is volgens de supporters buitenproportioneel geweld gebruikt door agenten. Tientallen mensen zouden bij de Rotterdamse Kuip zonder reden in elkaar zijn geslagen. De supporters willen excuses voor het gebruikte geweld en eisen een schadevergoeding. Op 9 mei wordt in de Kuip de bekerfinale gespeeld tussen PSV en AZ. Een paar honderd meter van het stadion lijkt het of er iets aan de hand is. Maar op deze amateurbeelden is niet goed te zien wat. Bij de Kuip staan intussen AZ-supporters rustig in de rij om naar binnen te gaan. Ineens voel ik zo heel hard een klap van een stok zo op mijn rug. En nog een keer. Dus ik roep, hey, wat ben je aan het doen? En dan kreeg ik er nog één in mijn nek. En even later kwam ik nog verhaal halen bij die agent. Van, waarom deed u dat nou? Ja, verkeerde plek, verkeerde tijd was zijn verklaring. Het werd dus ook helemaal niet aangekondigd van door de ME of een microfoon. Wij gaan dit plein leegvegen of iets dergelijks. Dat je je nog uit de voeten kunt maken. Maar mensen konden geen kant op. Ze werden ingeklemd tegen het hek en werden geslagen door de politie. Nu zeggen die supporters, wij stonden gewoon rustig in de rij om naar binnen te gaan. Er was daar helemaal niks aan de hand. Misschien een paar honderd meter verder zagen we wat gebeuren. Maar we hadden er helemaal niks mee te maken. En toch is er flink op ons ingeslagen. Ja, op die individuele situatie kan ik op dit moment niet ingaan. Er zijn een aantal klachten binnengekomen. Die worden op dit moment onderzocht. En daar moeten we de uitkomsten nog van afwachten. De supporters zeggen dus niks te hebben gedaan. Sterker nog, de sfeer rond het stadion zou heel gemoedelijk zijn geweest. Het kwam ook eigenlijk helemaal uit het niets. Er hing helemaal geen rare sfeer, geen grimmige sfeer of zo. De AZ-supporters en PSV-supporters liepen gewoon door elkaar heen. Het was allemaal heel relaxed eigenlijk. Dus niemand zag het aankomen. Ik zag toch wel een handjevol met allemaal bebloede hoofden en iemand met de gescheurde wenkbrauw er allemaal bloed uitliep. Volgens de politie is de dag van de bekerfinale redelijk rustig verlopen. Alleen vlak voor de wedstrijd was er wel een aantal incidenten. Geweldpleging, openbare dronkenschap, er werd vuurwerk afgestoken. Er was toch op een aantal plekken iets wat onrustig. Ja, en dan is de politie ervoor om de situatie zo snel mogelijk weer terugbrengen naar een goede rustige situatie. Zodat mensen daarna naar een goede wedstrijd kunnen gaan kijken. Toch bevestigt ook een medewerker veiligheid van AZ het overdreven optreden van de politie. Het gebruikte geweld van de politie kwam ook op mij als zeer agressief en disproportioneel over. Er was duidelijk geen ruimte voor een gesprek. De klachten zijn opmerkelijk omdat afgelopen maandag meerdere Feyenoord-supporters ook al klaagden over het onterechte agressieve gedrag van de politie. In totaal hebben de AZ-supporters 7 verklaringen verzameld en naar burgemeester Abu Talib gestuurd. Bij de steekpartij van vrijdagavond in Rotterdam-IJsselmonde, waar een 17-jarige jongen zwaar gewond raakte, ging het de verdachte om mobiele telefoons. Dat meldt de politie. De jongen werd met een slagaderlijke bloeding naar het ziekenhuis gebracht. Hij is buiten levensgevaar. De steekpartij was aan de Smeetslandse dijk. 2 mannen bedreigden 3 jongeren met een mes. Met geweld pakten ze de mobiele telefoons af. In totaal zijn 3 mensen gewond geraakt. Een 19-jarig meisje raakte licht gewond door messteken en ook zij is naar het ziekenhuis gebracht. Een 19-jarige jongen kreeg klappen en is ter plekke behandeld. De politie heeft de 2 verdachten nog niet kunnen aanhouden. Feyenoord heeft vanmiddag in Nijmegen duur puntenverlies geleden. Op het nippertje werd gelijk gespeeld tegen de nummer laatst, NEC. De wedstrijd werd voor ons gevolgd door verslaggever Dennis van Eersel. Het geeft te denken inderdaad dat Feyenoord vanmiddag hier in Nijmegen niet terug naar Rotterdam kan rijden met 3 punten in de tas. Want het niveau van de hekkensluiter van de Eredivisie van NEC, dat was, om het op zijn zachtst te zeggen, niet om naar huis te schrijven. En dat zegt tegelijkertijd ook heel veel natuurlijk over het niveau van Feyenoord. Hè? Dat je dan als Rotterdamse topclub niet van zo'n tegenstander weet te winnen. Dat zegt heel erg veel. Wij spraken vanmiddag in onze radio-uitzending op Rijnmond zelfs over een wanprestatie, over een blamage. Daar wilde de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman, de afloop niets van weten. Maar Feyenoord heeft dit puntenverlies, zo zegt hij, wel duidelijk aan zichzelf te danken. Nou ja, kijk maar naar de momenten waarin NSC, en ik denk dat illustratief was in het begin van de wedstrijd, hoe zij tot hun eerste 2 grote kansen komen. Ja, dat zijn fouten bij ons.
die op dit niveau onacceptabel zijn. Ja, de eerste keer met De Vrij en Higden die kans krijgen, Mulder, red jullie dan. Hoe kun je als trainer dat soort fouten eruit krijgen bij spelers? Kun je daar überhaupt op trainen? Nee, daar kan ik niks aan doen als trainer. Ja, Ronald Koeman was dat. Er waren ook nog wel lichtpuntjes voor Feyenoord. Dan moet je wel heel erg zoeken. Na de 3-3 in Nijmegen in een heel armoedig duel. Maar de rentree van Jean-Paul Boetius bijvoorbeeld was dan een van de opstekers. Hij scoorde ook gelijk bij zijn terugkeer in Feyenoord 1. Maar zoals gezegd, het is echt zoeken naar optimisme rondom Feyenoord vanmiddag. Ja, tot zover Dennis van Eersel in Nijmegen. En na praten over NEC Feyenoord doen we ook nog vanaf 7:15 in FC Rijnmond. En de gast is Joop van Dalen. In het kader van 24 uur cultuur gaf schrijver Abdelkader Benali dit weekend in Rotterdam rondleidingen door zijn oude buurtje. Het meisje stemde toe en de oom was gelukkig, de familie was gelukkig en het huis leek door al het geluk nog mooier te zijn geworden. Terwijl de ene na de andere blauw geglazuurde tegel langzaam maar onvermijdelijk begon los te laten. Een herinnering aan je jeugd. Ja, dit is het. Dit is, hier ben ik. Dit boek is hier geschreven. Bruiloft aan Zee. Bruiloft aan Zee, mijn allereerste boek, mijn debuut. En waar staan jullie fiets als ik vragen mag? Daar. Oké, op slot. Goed zo. Ja, dat dus morgen een uitgebreide reportage over de 24 uur cultuur. Maar ook het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam leverde vandaag een bijdrage aan de 24 uur. Voor een prikkie werden fossiele botten verkocht. De botten maken deel uit van de tentoonstelling Kijk wat ik gevonden heb, die eind september voor het laatst te zien is. Het museum heeft geen ruimte om de beenderen na afloop van de tentoonstelling op te slaan. En dus werden ze aan liefhebbers verkocht. En dat zijn er ontzettend veel. Rijen dik staan ze voor het museum. De wachttijd is langer dan 2 uur. Maar dan heb je ook wel iets heel bijzonders. Een walviswervel en een dijbeen van een oerpaard. Dit is wel een enorm ding, zeg. Een enorm ding, ja. Die gaat ook mooi op de schoorsteenmantel. Dus we zijn heel blij mee. Ja, dat heeft u altijd al willen hebben? Toen ik het zag wel. Toen besefte ik het pas. Ook binnen is het druk en zoeken mensen ongeduldig in een enorme berg eeuwenoude botten van onder meer mammoeten, paarden en walvissen. Ze zijn moeilijk te herkennen voor de leek en daarom helpen deskundigen de bezoekers die maar 1 bot per persoon mogen kopen. Hou het maar op een lendenwervel van een reuzenhert. Okay. Dat is een halswervel van een paard. Ik vind het echt heel intrigerend dat het allemaal zo ontzettend oud is en dat het daar gewoon ligt op bergen. Maar ik vind het heel moeilijk om een keuze te maken. De meeste bezoekers maakt het niet veel uit van welk dier het bot is, als het maar oud is. Maar sommige mensen komen met wel hele specifieke wensen. Ik ben dus mijn eigen neushoorn aan het verzamelen eigenlijk, gewoon uit verschillende botten. En ik ben al misschien zo'n 7 jaar bezig of zoiets. Dus ik heb al zo'n 75 botten. En ik dacht van laat ik eens hier ook heen komen om misschien wat neushoorn te verzamelen. Maar ik heb nog niet echt heel veel gevonden. Het is vooral veel paard en mammoet. Het kan natuurlijk zijn dat er helemaal onderop iets ligt, hè? Ja, misschien vind ik nog wel wat. En anders moet ik wat paard meenemen of zo. Ja, begin je gewoon aan een paard. Misschien is dat wel makkelijker. Ja, maar dan moet ik weer opnieuw beginnen natuurlijk. Alle uitgekozen botten krijgen een certificaat van echtheid. En de nieuwe eigenaar krijgt wat tips voor het onderhoud. En dan moe, maar voldaan, naar huis. Heeft u nou eindelijk een keuze kunnen maken? Ik heb een keuze kunnen maken. Van de elleboog een stuk, vergroeid, spaakbeen, ellepijp. Vergroeid stuk van de mammoet. Dus ik ben helemaal blij dat ik toch in de rij ben blijven staan. Het aantal mensen met een EHBO-diploma moet omhoog. Om dit te bereiken is dit weekend in Dordrecht de campagne Iedereen EHBO gestart. Want wat moet u doen bij een ongeluk in het verkeer wanneer er nog geen ambulance is? Ja, en wat nu? Hier snellen alsnog 2 EHBO'ers toe. Op het oefenterrein van de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid in Dordrecht. Uitzonderlijk, want in Nederland beschikt hooguit 1 op de 30 personen over eerste hulpvaardigheden. Deze situatie, dat kan overal gebeuren in elke woonerf in Nederland. En wat doe je dan eigenlijk als consument, als burger op zo'n moment, totdat de ambulance arriveert? In een korte tijd kan vervolgens nog van alles misgaan door gebrek aan EHBO-vaardigheden. Bij ons voor het kantoor was een aanrijding met iemand die niet goed was geworden. En er waren mensen bij die eigenlijk niet wisten wat ze moesten doen en die dachten te gaan reanimeren, terwijl dat dus helemaal niet nodig was. De meneer moest rustig in zijn auto blijven zitten. En wachten tot de ambulance kwam. Op de campagnewebsite Iedereen EHBO kunt u uw EHBO-kennis in het verkeer testen. En wordt u doorverwezen naar een eenvoudige, korte online EHBO-cursus.
Want wat moet u hier doen? Ja, er ligt er gebeurd. Die auto heeft me aangereden. Die keek niet uit. Die zat te bellen, hoorde ik. Dit is een acteur. De aanrijding is in scène gezet. Bedoeld om de aandacht te vestigen op de nieuwste EHBO-cursussen. We hebben een programma ontwikkeld. Dat je eigenlijk gewoon door de theorie te leren via internet eigenlijk alles al weet van de EHBO. Maar dat is alleen het weten. Dan moet je het ook nog kunnen. En daarvoor hebben we ook bijeenkomsten in heel Nederland. Dat doen we op 200 plaatsen in totaal. Dat is maar één middag of een avond. En daar gaat het om. Dat proberen we eigenlijk te bereiken in Nederland. Kijk voor meer informatie op iedereenehbo.nl. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een mooie dag verder.